Wij hebben iets nieuws in huis, jongens. Ah. We hebben het gevonden, maar dit is gewoon nog bizarder dan wat we gedacht hebben. Wat dan? Goedemorgen of middag, jongens en meiden. Welkom weer terug in mijn vlog. Er gebeurt hier in de ochtend iets heel erg raar. Wat is er gebeurd? Sneesje is in het water gesprongen of zo. Hoe is hij? Sneez. What the fuck? What oh, the baby, je bent helemaal what? What the Staat het op de beveiligingscamera's? Dit staat op de beveiligingscamera's. Maar hoe is dit gebeurd? Oh, nee. Oh my god, kijk hoe klein het is. Moet geschrokken zijn. Oh, wat. Nee, kijk al die kattenpootjes door het huis en hier zo. Sneez! Schatje, zo ja, wat, hij had gewoon kunnen verzijpen inderdaad. Een kat kan niet zwemmen. Niet? Jongens, een heel apart begin van de vlog vandaag. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Ja, we zitten nu even terug te kijken op de veiligheidskamers. Maar kijk hoe die eruit ziet. Het ziet er ook naar uit dat hij het niet echt leuk vond, zeg maar. Weet je hoe koud het water is? Sneesje, je vachtje. En je bent zo'n mooi vacht, zacht poesje. Kijk hoe fut de week. Oh. Je weet ook niet waar het gebeurt. Heb je het gevonden, Jade? Hè, ja. Maar wat deed hij ook buiten? Kijk of hij zijn stappen zet. Dit is echt heel apart. Dit heb ik echt nog nooit bedacht dat dit überhaupt ooit zou kunnen gebeuren. Maar even een beetje. Nou, kijk eens even. Jongens, je kan de stapjes volgen van natte poten, dan weet je waar ze het water zit. Oh ja, dat is een goeie. What the fuck. Ah, slim idee. Even kijken. Ik loop lekker om mijn sokken, jongens. Nee, ik zie het niet meer. Zie je het niet meer? Je dat hier ziet. Hè? Maar... Oh mijn god, zo stel je voor dat als we naar buiten gelopen hadden en die kat het er gewoon dood ingelegd, dat dat echt lijp geweest. Wel even schrikken, man. Zo. Maar je ziet hier ook op. Ja, je ziet echt niet echt potjes. Nou, een hele goedemorgen, middag. Het is al middag, jongens en meiden. En welkom weer terug dus nogmaals bij een nieuwe vlog. Heel chaotisch begin. Wij gaan dus nogmaals even de camerabeelden terugkijken. Oh, ik begin ook gewoon heel chaotisch, want ik snap helemaal niks van wat er nou precies gebeurd is net. Maar ik zie ook niks van... Wat doet die kat ook in het water? Hij valt toch niet zomaar in het water? Alleen maar ook een sterk verhaal. Hè? Hoe dan? Ik ben Sneesje helemaal aan het droog. Ah, oh, kijk hem, even zitten dan. Kijk hè. Oh. Even een ode aan Sneesje dat ze nog levend is. Oh, Sneesje. Oh, kind. Oh. Maar hij vindt ze, door jou zeg ik ze. Poesje. Sneesje vindt het wel lekker dat hij even zo lekker droog gemaakt. Ja, vind je die lekker frisse dijk nemen jij hè? Ja! Hij is zo. Nou, wat ik weet, kunnen katten meestal niet echt heel lekker zwemmen. Dus het was inderdaad niet heel handig. Nou. Nee, wacht. Nee, Sneesje. Kijk hoe doorweg. Oh my god. Wat? Laat eens zien. Kijk hè. Hij is ook, je kan hem gewoon, hij kijk. Is gewoon twee keer zo zwaar hè. Zo, en hij is al zo zwaar. Kom, oh. Even je staart. Nee, wacht, mag ik hem ook even optillen? Kijk, nee. Die poot is ook doe helemaal jij zwart. Even, doe jij even hier met de handdoek nu over zijn buik. Oh, lekker over de, ja, sneezekatje. Oh, kijk. Hij gaat automatisch altijd aan zijn pootjes likken. Oh. Oh, Sneesje, ja, ga maar even lekker. Hand omhoog als we hem nog een keer erin gooien. Oh, nou oké. Ja, zoek iets verder. Hier zie je hem. Wacht, dan is het dus echt, dan moet hij echt van hier. Nee, okay. Hij komt helemaal daar vandaan. Wat? Wacht, misschien springt hij er hier wel in. Hij is gewoon misschien niet eens in de vijver. Misschien is hij gewoon. Hij is gewoon, misschien is hij wel achter een eend achter. Wacht, staat hij nu stil? Nee, hij... Ja, dat staat naast de vijver. Maar, huh? Nee, dat is een lampje. Oen. Lekker kort. Waar is hij? Wat? Ik snap helemaal niks. Misschien is hij gewoon helemaal aan de zijvijver gevallen. Hij komt zo. Dus dan moeten we even de andere camera pakken. Sowieso is het al raar dat de kat buiten loopt, want dat is niet de bedoeling. En dan ook nog eens dat hij ergens het water in gevallen is. Nou, hij is zichzelf helemaal lekker aan het schoonlikken. Dat is niet zijn kat. Oh my god, we hebben hem gevonden! What the fuck? Maar dit is gewoon nog bizarder dan wat we gedacht hebben. Kijk, hij loopt hier. Oké, we gaan straks de beelden in beeld doen. Waar loopt hij dan? Zie je dat? Hoe hebben we dit ook gezien? Oh my god! En hij zwemt ook gewoon! Hij springt gewoon van hoog. Hij zwemt ook gewoon. Hij van een duikplank af. Inderdaad! Kijk, en toen dacht hij, daar moet ik heen. Wat? Hij kan echt goed zwemmen. Hij kan goed zwemmen, joh. Maar waar gaat hij eruit? Hij gaat sowieso daar eruit, want anders kan hij er bijna een echt... Oh, stel je voor dat hij heeft verzopen, we hadden hem niet eens gezien. Hoe is die buiten hij gekomen? Ik zie hem niet uit. Hij valt erin, je ziet hem. Kijk, hij zit gewoon al een minuut op dat water. Hè? Ze is niet... Oh, nee, Gio. Oh my god, dit is zo sad.
Het is zo vroeg. Ziek ouwe. Kijk, hier gaat hij op een gegeven moment, neemt hij echt een sprintje eruit. Kijk, let op jongens. Je ziet hem inderdaad hier echt één zieke sprint trekken. Kijk, ineens komt hij straks... Hey! En hij kwam daar ineens aan. Wat deed hij dan? Jij zag hem gewoon bij de deur staan. Hij staat voor de deur gewoon. Hij zat hier voor de deur heel zielig naar binnen te staren. Wat een domme kat. Ja, ik zit me nu echt in te denken, wat als hij gewoon, als we er gewoon niet achter hadden gekomen, dan hoor je had echt heel heftig geweest. Want dan had hij gewoon misschien kunnen overlijden van, omdat hij moe was van het zwemmen of wat dan ook. Ik schrik er best wel een beetje van eigenlijk, dat hij dit zomaar doet. Oké, jongens, ja, dus nu het filmpje aan Melanie aan het laten zien. Oh mijn god. Ik ga hem even in de groep sturen. Dit is dus echt de reden waarom wij die katten niet naar buiten laten. Oké, kunnen moet nieuwe filmpje kijken. Besef. Okay. Besef, hij is één minuut buiten en hij verzuipt zichzelf bijna gewoon. Oh, wacht even. Nee! Nee! What the fuck? Zielig, hè? Ja, dat ik kan niet wel. Ik ga zwemmen! Ja. Zielig hè, ik kwam op een gegeven moment echt fucking nat buiten, dus ik was heel die beelden aan het terugvinden. En opeens zie ik hem zo echt in het water vallen gewoon. Nou jongens, we zijn een half uurtje later. Kijk eens even, hij is zich nog steeds aan het wassen. Ja, echt zielig. Nou, weet je, ik denk dat we nu sowieso wel kunnen concluderen dat we die katten echt niet naar buiten gaan laten. Toch? Nee. Echt niet gewoon. Oh. Ja, het is echt een sniezenactie gewoon. Echt een sniezenactie. Kijk hem ook zielig hier. Zo'n katje ben je. Alleen is nu de vraag, moeten we hem nu nog echt wassen na dat slootwater? Of doet nee, hij ja, zelf? Was zichzelf. Ja, kijk, toch? Duurt alleen even wat langer, hè, kniezenkat. Hé, hey, Snies. Ik heb een zieke kater vandaag. Bedankt voor de content, bro. Ja, box. Hij is ook een zieke kater. Hey, thanks, bro. Echt bedankt voor die content. Kijk jongens, ik geef mijn kat gewoon opdracht om content te maken voor mij. Hey, schatje. Zo jongens, tijd om even de deur uit te gaan. Jelle, Jade en ik gaan even boodschappen doen. Het enige is, op zondag is hier altijd alles dicht. Dus dat is een beetje kut. Het dorp waar Jelle en wij en zo... jij bent opgegroeid in een ander dorp, dat zeg ik natuurlijk, hè? Ik ben opgegroeid in Rotterdam, maar... Ik heb sinds mijn 11 een flaké toegewoond. Flaké, ongesplaat. Ongesplaat. Ja, lekker. Hey, want... Jongen, hey. Ja. Op het einde. Maar daar was dus ook altijd alles dicht op zondag. Dus we zijn het al een beetje gewend. Laat anders even jullie woonplaats achter. En laat weten of het op zondag daar dicht is, jongens. Daar ben ik wel benieuwd naar. Trouwens, ik moet wel even een dikke shout-out naar Snies doen. Want ik voel me vandaag echt ruk. Maar Snies heeft gewoon heel de vlog gesaved, jongens. We hebben gewoon legendarische content. Oh, het is wel echt zielig eigenlijk voor hem. Ik dacht dus ook dat hij daar in die vijver misschien was gevallen. Maar... Dit had ik echt niet verwacht, dat hij gewoon van de brug of daarin gevallen was. Hij sprong gewoon. Ja, alsof hij er gewoon zin in had inderdaad. Die schok van die... Ja, er kwam een kat voorbij precies. En dat hij daarom uit het schrik beweegde. Dat zou het kunnen zijn, want die kat die zat ook helemaal niet gewend natuurlijk. Die ziet nooit uit, ze komt nooit buiten ofzo. Dus misschien dat het geluid van die kat die veel te veel geluid maakt, dat hij daarvan schrok, ja. Maar, wij gaan even naar de Jumbo. Wat zei je nou net, Jade? Nou, dat we dus wel weten. Wij waren er altijd bang voor dat Sniesje niet weet waar het huis is. Maar gelukkig weet hij dus wel dat als hij weg is, dat hij weet hoe hij terug moet komen. Ja, hij weet wel dat we naar de voordeur moeten komen. Want het had ook zo geweest dat hij in het water was gevallen en dan dacht, waar de fuck ben ik nu eigenlijk? Wel jammer dat we er op deze manier achter moeten komen, maar... Zo is wel de brug over gegaan. Ja, zo is het nou helemaal. De Jumbo, die is op zondag wel open hier zo. Let's go. Ik besef me ook nu pas dat ik trouwens dit shirt aan heb gedaan. Hey, heb je gezien welk shirt ik aan heb? Oh. Lekker bezig. We gaan even snel boodschappen doen. Broccoli, toch? Ja, je moet eventjes rozemarijn en tijm pakken. Ja, oké, dan gaan we waarschijnlijk een uur naar zoeken. Of het moet hier echt liggen. Kijk, laten we even gezond doen, mandarijntjes erin. Hoppa. Kwartiertje later en kijk eens even. Het ligt. Kwartiertje, echt 5 minuten misschien. Oh, zo. Lekker gedaan, Jade. Snel boodschappen gedaan. Ja, toch? Ja, jij denkt ook altijd dat het heel lang moet duren. Ja. Kom maar even, grootje. Ben je gek? Wat ga jij doen? Dat is gedaan. En Jade, vertel het even wat voor heerlijk zij gaat klaarmaken. Nou, broccoli met knoflook uit de Ja, we hebben knoflook. Met rijst en aardappelen. En een tartaartje. Oké, en wat is het lekkere? De chips daarna hebben we op de bank. De chips daarna op de bank, ja, oké. Nou, we kunnen terug naar huis, jongens. We hebben gisteren dus, zeg maar,
om eerlijk te zijn, ik lag 7:15 in bed. Dat is best wel laat, dus vandaar dat ik me een beetje rottig voel vandaag. Een beetje rottig vind ik wel makkelijk uitgesproken. Ja. Een beetje rottig. Oh ja, hè, weet je, soms heb je een turbulent leven. Hè? Dat heb je soms. We hebben het gewoon weer over die kat. Zeg maar, stel je voor dat we hem echt dood aangetroffen hadden, ja, in het water. Zo, ik had zo slecht gegaan. Jullie weten hoe gek ik ben op die beesten, jongens. Ik snap nog steeds ook niet hoe die op de een of andere magische wijze weer naar buiten geglipt is. Maar ja, en miauwde ook niet. Huh? Hij stond opeens voor de deur. Ja, ook echt ineens. Dat was wat Noora het zag. Heel apart. Dit is dus, kijk, de ene zit hier nu. Dit is dus de plek waar het gebeurde. Hier zo, aan het begin van de brug gewoon. Ergens daar is hij erin gevallen. Maar ik heb geen idee wat hij ook daar in de bosjes deed. Maar er reed dus hier echt een kwad voorbij. Dus dat kan het geweest zijn dat hij daar schrok. En toen is hij gewoon hier op. En daar eruit gerend en had ze flats. Als je daar namelijk helemaal naartoe gaat, dit is de andere kant zeg maar. Dan, nou, je kan je er ook gewoon nergens uit. Ze heeft echt geluk gehad dat hij dit vond. Ja, kijk eens wat erop staat. Squid Game. Echt een aanrader, jongens, dit. Oh, lekker ding. Ik wilde zeggen, we hebben wel echt een recordje gehad vannacht. 7:15 lagen we er dus pas in, zoals ik al zei. Zeg maar, ik heb jullie ook echt naar bed moeten trekken. Gisteravond was namelijk het eerste keer dat we weer naar een soort van festival konden. Dus vandaar. Een beetje laat gemaakt hier thuis. Leuk feestje gehad. Maar op een gegeven moment wilden vooral de meiden naar bed. Dus wij zijn naar bed toe gaan. Zeiden jullie elke keer, nog één liedje. Op een gegeven moment heb ik echt jou geappt, maar jou reageert niet. Toen heb ik Ricardo geappt. Oké, nu is het klaar. Soms vind je het gewoon zo gezellig dat je gewoon niet naar bed wil gaan. Dan is het gewoon te leuk. Antomas hier bijvoorbeeld. Ik was ook niet echt moe of zo. Hè? Ik was ook niet echt moe, maar ik dacht op een gegeven moment, ik ga morgen zoveel spijt krijgen als ik later naar bed ga. Ja. Maar, jongens, ik kan jullie beloven dat er morgen zo'n gave vlog online gaat komen. Dus be prepared voor morgen. Morgen is mijn moeder jarig namelijk. En ik heb iets heel groots en leuks in petto. Dus vandaag is een beetje een lekkere uitbraakdag. Sorry daarvoor, heb je er wel eens tussen zitten. Weet je, ik film mijn leven, dus vandaar. Dat is nou eenmaal zo. Nog steeds een dikke shout-out naar Sneeze, want anders had ik echt niet meer geweten wat ik had moeten doen vandaag. Maar, wees ready voor morgen. Morgen gaat echt... Jij gaat mee of morgen of niet? Ja. Ja. Om iets beters te doen. Ik ga even meenemen. Het wordt groot en leuk. Nou jongens, kijk eens even. Het is niet meer terug te herkennen dat jij vandaag erin geflikkerd bent. Wow, dat gaat echt snel bij zo'n kat trouwens, jongen. Kijk hoe snel die droog is weer. Hij zit er gewoon zo. Oh, hij is gewoon weer zacht. Ben je gewoon weer zacht, ouwe dikkerd. Ja joh. Alleen die poot hier beneden nog een beetje. Voor de mensen die Squid Game trouwens gezien hebben. Dit vond ik echt het ziekste deel. Wat nu gaat beginnen. Echt jongens, deze serie moet je echt kijken. Want nu gaat het echt lijp worden. Ik ben benieuwd. Ik sta er zo niks van. Oké, dit stuk. Oké, ik spreek jullie over 10 minuten, dan heb je het gezien, ja? What the fuck? Wow. Hey. Wat gebeurt er allemaal vandaag, jongens? Oh, echt joh, dat had ik niet door. Ja, één keer met koken en het gaat er holy moly. Nou, die bandmelder zit ook echt hier natuurlijk. Zo, dat ging niet helemaal lekker, hè, jongens. Wij hebben iets nieuws in huis, jongens. Noora heeft het net opgehangen. Ik ga het even laten zien. Kijk, namelijk, het is altijd zo lekker chill natuurlijk. Als je gewoon een lekker tv kan kijken en het gezellig kan maken in een hoekie. Beetje kaasje aan, weet ik veel wat, weet je. Daar houden we allemaal wel van. Maar, we hebben dus hier een nieuw gordijn. Die je dus helemaal, kijk, dicht kan doen. En nu is het dus, nou, er kan niemand naar binnen kijken en is het een nog gezelliger en knusser hoekje zo eigenlijk. Je moet er wel even bij vermelden dat ze eigenlijk nog gestoomd moeten worden. Gewacht? Gestoomd, omdat ze nu elke keer in het hok zo kreuken dragen, maar willen ze gewoon even opgepakt. Ja, nu kan het in principe ook nog hier natuurlijk, maar dat weet ik nog niet. En kijk eens aan jongens, de tafel is prachtig gedekt. Trouwens, als je denkt, waarom ligt hier een wapen? Dit is een nepwapen. Ik heb geen illegale wapens in huis, jongens. Rustig aan. Wij zitten lekker met z'n allen. Even een applausje voor Ricardo en Jade. Hey! Hey! Ja, goed hè? Nee, hij is niet aan het filmen, sowieso. Ik ben wel aan het filmen. Eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Kijk, het ziet er heerlijk gezond uit. Oh, jongens, het is aan het schemeren. En kijk, ik blijf het zo ziek vinden als het huis zo... Zo ziet het er zo sick uit met die lampen en shit. Oh. Kijk eens buiten, jongens. Wauwie. Zo dan, dat ziet er ook prachtig uit. En kijk eens even, zo ziet het trouwens dus ook van buiten eruit met de gordijnen. Dus je kan echt niet naar binnen kijken. Dus dat is wel top. Oh jongens, ik heb zo zin in morgen. Ik kan nog niks vertellen erover, maar morgen echt gaat echt zo leuk worden. Iedereen is de deur nu trouwens uit. Alle jongens zijn weer allemaal lekker naar huis. Noora is naar huis. Alleen jij bent nog hier. Oh, wat spannend. Komt de deur uit? Nou, je mag wel blijven slapen, jij. Ach. Vind ik wel gezellig. Nog een nachtje. Oeh. Hey, kijk, daar gaat het scheurtje. Hij wordt weer gebruikt. Eigenlijk is het gewoon echt een topding nog steeds. Want
Nu kunnen bijvoorbeeld Jelle en Cornelis kunnen gewoon lekker die auto pakken, want anders had ze geen vervoer. Dus eigenlijk gewoon, het is gewoon echt een auto voor mijn matties. Mijn matties rijden er meer in dan ik. Het is wel gewoon echt lachen. Over scheurtje gesproken trouwens. Kijk even wat er nu in beeld komt, jongens en meiden, hoe vet het gemaakt is. We hebben links Rick, Jade, Gio, oftewel ik gewoon zelf natuurlijk, Vincent en Alex. Dit ziet er zo gaaf uit. Jullie mogen in de reacties ook achterlaten wie jullie vinden dat er nog bij moet komen. En dan kunnen we eindelijk deze dingen op de auto gooien. Boah, wat een smerig weer, jongens. Ik moet nog even het hek dicht doen. Stel je voor, jongens, dat ik gewoon de kat kwijt was. En dat ik hem gewoon hier had aangetroffen. Drijvend in het water hier. Bah. Bah, bah, bah. Echt het gesprek van de dag. Sorry dat ik het er zo weer over heb, maar... Ik zit er steeds over na te denken. Zo. Hé, hey, schat. Was je mij kwijt? Was je mij kwijt? Oh. Jongens en meiden. Ik... Jeetje, wat praat je hard. Oh, sorry. Zo. Jongens en meiden. Dit was alweer de vlog voor vandaag. Ik ga lekker pitten. Ik kijk dus heel erg uit naar morgen. Want nogmaals, morgen gaat een gekke dag worden. Dat gaan jullie allemaal zien dus in de vlog van morgen. Vandaag was een wat kortere vlog volgens mij. Maar die zitten er natuurlijk ook wel eens lekker tussen. Want... ik ben kapot, we gaan lekker slapen. Dus jongens en meiden, nogmaals bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg la. La. Later.